Hallo mensen, welkom op deze gloednieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag weer een gloednieuwe video. En eindelijk is het vandaag zover. Ik heb mijn blok eindelijk terug. Hier staat hij. Eindelijk. Ik heb hem terug van Ivan en eigenlijk was het binnen de week gefixt. Wat ik eigenlijk verwacht had. Ivan heeft gewoon een topservice en hij probeert het altijd zo snel mogelijk te doen. Ook aangezien hij eigenlijk de week erop weg moest, heeft hij dat eigenlijk allemaal zo snel mogelijk proberen te regelen. De piston die zat er nog maar 6 uur in, dus er was eigenlijk nog een nieuw staat en er was eigenlijk niet aangetast of er was niks aan. Daar heb ik ook zelf toen naar gekeken en er was eigenlijk zelf niks aan te zien. De cilinder zelf was ook nog goed, dus was enkel alleen de drijfstang en de lagers die waren aangetast. Dus deze zijn ook vervangen. En dus nu zou die moeten lopen. En wat dan nu ook de bedoeling is, is dat wij gewoon een andere olie gaan proberen. En kijken als het probleem dan nog is. Ik ga ervan uit dat dat niet is, want ik gok dat het ergens misschien de olie gaat zijn geweest zijn. Maar goed, daar gaan we gewoon niet over verder. Dat kan gebeuren. Een afgesloten hoofdstuk, gewoon verder gaan. Niet blijven zitten en nogmaals, gewoon verder gaan. Een probleem dat moet opgelost worden en als dat opgelost is, dan moet je daar gewoon niet over terug gaan praktiseren van dat is toen gebeurd. Nee, gewoon verder gaan. Blijven zoeken naar nieuwe dingen en alles maar beter maken. Althans, zo ben ik toch. Ik probeer altijd nu de laatste tijd dingetjes te verbeteren. Dat is net zoals, ja, ik heb heel van die hele kleine dingetjes waar ik aan de motor verander, wat het toch net iets beter maakt of dat het nog net iets soepeler gaat, dat doe ik dus. In ieder geval is het wel vandaag de bedoeling dus dat de blok erin zit en dat ik zo ver mogelijk dat ik de motor kan starten, dat die loopt, dat die even warm kan lopen en dan kan ik weer laten afkoelen, weer eens warm laten lopen. Dat is eigenlijk ben je vandaag de bedoeling, dus eigenlijk gewoon dat de motor klaar is. Als je afvraagt wat dit ding is, het is hier het is vrij koud hier, dus beetje warmte is altijd welkom. Maar dus de bedoeling is gewoon dat alles vandaag in blok komt. En ik zat hier even op de grond. Maar gewoon dat alles in het frame komt. Het subframe er terug op, de tanker terug op. De nieuwe naf erin met de nieuwe olie, de mengolie. Ook gaan we de blokolie veranderen. Ik ben zo van mening. Als je met één ding overgaat, dan ga je gewoon met allebei de dingen over. Want twee dingen mengen. Ik zeg maar iets van Denikolon blok doen en dan Putelijn in een mengsmering. Ja. Ik hou het graag gewoon twee dingen hetzelfde. Goed, er zijn wel andere dingen waar wel misschien dan wel anders is van merk. Maar gewoon qua mengsmering en blokolie hou ik graag gewoon hetzelfde. In ieder geval, hier staat hij. Ik heb hem in ieder geval zo een beetje proper kunnen maken. Zoals, ja, omdat ik toch een beetje de tijd had daarvoor. Dus ja. Dus zoals gewoonlijk ben ik weer gewoon iets te proper geweest. Dat is net zoals hier. Deze eigenlijk, dus de tank heb ik zo gemaakt, de rem, die heb ik volledig uit elkaar gehaald. Dus die heb ik eigenlijk, als je hier kan zien, die cilindertjes zeg maar, die heb ik opnieuw ingevet. De veringen en dergelijke heb ik zo gemaakt, zelfs de achterbrug heb ik volledig nieuw gemaakt. Daar heb ik wel geen video van gemaakt. Ik kan hem wel even zo laten zien, als ik het plaats heb. Ik kan wel een foto laten in beeld komen, dan zal ik... ik zal hem even hier langs in beeld laten komen en dan laat ik nu deze zien. Dus dat is eigenlijk wel dag en nacht verschil. En mits heb ik er ook de lagers, dus lagers daarboven, die heb ik ook in elkaar gehad. En die heb ik natuurlijk ook gewoon terug ingevet dat eigenlijk alles weer 100% is. Hier de stangen, die heb ik ook zuiver gemaakt, dus daarbij. En die worden dan ook opnieuw ingevet, dus eigenlijk gaat de motor weer zogezegd nieuw zijn. Zoals ik het eigenlijk altijd graag heb. En ik hou mijn spullen altijd graag netjes. Het enige wat ik wel nog moet doen... is de uitlaat, die moet ik nog doen. Daar zitten wel roestpuntjes op. Normaal hou ik die altijd bij als ik hem ga afspuiten. Dan doe ik hem altijd zo beetje met scotch van dit spul eigenlijk, van 3M of wat is het. Schuur ik het altijd een beetje licht op en dan blijft het mooi. Dan spuit ik hem in bijvoorbeeld met siliconenspray of WD-40. Of wat vaak ook helpt, is bijvoorbeeld een tweetaktolie dat je een beetje insmeert. En dan brandt het eigenlijk achteraf mooi in. En zo blijf je een mooie kleur eigenlijk behouden. Maar dit hou ik dan ook weer voor een aparte video. Dus in deze video gaan jullie laten zien dat hij er mooi blinkend uitziet. En misschien wat met verse kleurtjes. Dus dat is de bedoeling. Maar dat hou ik voor een aparte video. Want dat is misschien ook wel interessant om apart te zien. Maar in ieder geval, dan is de bedoeling dat die daarin komt. En dan gaan we doen met een timelapse. Want als ik dit allemaal apart moet gaan filmen, ik wil eigenlijk meer van deze video's maken, maar ik weet eigenlijk niet goed hoe ik alles moet filmen. En ik heb eigenlijk nog niet echt een statief. Dus dan is het eigenlijk altijd zoeken naar materiaal om
mijn camera op te zetten. Dus eigenlijk is een statief is een must-have. Dus als ooit iemand mij wilt sponsoren voor het statief, let me know in de comments. In ieder geval, dus we gaan er een mooie timelapse van maken. Ik ga misschien ook proberen gewoon, zoals ik net al zei, wat eigenlijk moeilijk is om bepaalde shots te maken. Ga ik ook proberen, sorry als dat er niet in zit. Ik probeer gewoon mijn best te doen om daar een mooie video van te maken. Vind je het ook? Laat het weten in de comments als je het een mooie video vindt. Ook wat we bijna gehaald hebben is 200 abonnees. Dus als we die zouden halen, zou echt heel mooi zijn. Daar ben ik echt heel blij mee. Dat er eigenlijk zoveel mensen geïnteresseerd zijn in mijn YouTube kanaal. Dus dat vind ik eigenlijk heel erg leuk, omdat ik gewoon de mensen wil entertainen met de dingen wat ik doe en hoe ik het doe. Eventueel dat ik ook andere mensen iets bij kan leren. Zoals ik een hele tijd heb ik een paar jongens een vering afgesteld. Ook dus die van Jam, wat je kunt terugzien. Kan dat hier boven wel het i'tje zetten. Mocht je dat nog niet gezien hebben, check hem zeker. Dat is echt wel de moeite waard. Ik doe dat eigenlijk niet altijd. Ik probeer wel zoveel mogelijk mensen te helpen. Omdat ik dat wel graag doe. Maar genoeg gepraat, we gaan eraan beginnen. Let's go! This meant to be, you don't gotta force it. I just been shopping, I think I need more. These niggas my sons, but I still got abortions. I've been finessed till I came up a fortune. I can't stop till I'm back in the portion. Married the money, we never divorced. Can't chill by yourself, you gon' call reinforcements. You on the bench while I'm on the court. Niggas is cops, they making reports. Nigga all doubt you back in the Porsche. Copying me, ain't no we playing horse. I got the drop, I can't tell you my source. They could catch me lacking, don't show no remorse. Upgrade the drip, I put her in Dior. I just been shopping, still think I need more. Had a hot 100 grams in the floor. All these shows in the Hamptons. Why do I feel like I just did a local tour? Agreed to fuck one time, but she just hit me, she need more. Sleep with my gum with bullets in the drawer. Devil call my name and get hard to ignore. Hop in the sky and make the engine roar. I'm always the shooter, you can drive the V. All the people I lost, I know they proud of me. You can get a new nigga, but I'm hard to replace. Talk bun on my back, but don't say it to my face. We spent 100k just so we can fight a case. Gotta keep a strap when you go out, you ain't safe. Toen jongens, we hebben bijna aan elkaar. Eigenlijk zo goed als ik zeggen kan. Dus in ieder geval wat we... mijn scherm klapt er tegen. In ieder geval wat we wel nog allemaal moeten doen is eigenlijk de ontsteking. De ontsteking moet er nog op. Diverse kabels moeten nog vastgemaakt worden. Dus dat moeten we nog doen en dan staat hij eigenlijk vrijwel zo goed als in elkaar. En dan kunnen we hem eigenlijk al bijna starten als het ware. Dus ik ben benieuwd. Het is te hopen dat het nou niet meer terugkomt, de drijfstang. Maar ik ga er vanuit van niet. In de volgende video ga ik ook misschien eens uitleggen voor welke dingetjes ik eigenlijk allemaal verander van mijn motor. Want ik heb nu weer wat nieuwe dingen bijgeleerd wat ik wil proberen. Maar dat wil ik eerst proberen voordat ik het aan jullie uitleg. En kijken wat het verschil ertussen is. Misschien maak ik wel een video van waar je kunt zien dat dat een beetje verschil is. In ieder geval in die aard iets. Maar dan gaan we weer verder met de opbouw. En ook even terug over de ontsteking. Ik heb hier de nieuwe ontsteking. Ik kan er misschien wel even uithalen. In ieder geval, dit is de nieuwe ontsteking. Gewoon de originele gebruik ik altijd. En dit is het vliegwiel. En wat was bij mijn vliegwiel? Waarom heb ik een nieuw vliegwiel? En dat is omdat de magneet die hier in zit, die was eigenlijk naar buiten gekomen. En je had eigenlijk deze gele draadjes van de ontsteking had die half doorgesneden. En dat is eigenlijk een bekend probleem bij Husqvarna. Schijnbaar, wist ik niet. Maar blijkbaar kun je daar een garantieclaim op krijgen. Normaal gezien, dat hangt er bij je af. Maar ik heb mij laten vertellen dat je daar wel een garantieclaim op kunt krijgen. Normaal omdat het een bekend probleem is. Dus we gaan dat nog zien. Maar in ieder geval dat is. We gaan weer verder met een mooie timelapse. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat zeker een duimpje omhoog. En als je nieuw bent op mijn YouTube kanaal, vergeet dan zeker niet te abonneren. When you broke, feel like life is a waste. If I move like an assassin, then I won't leave a trace. When I'm smoking on the 6 for the 8. Make it hits, I'm a walk. Zit ik hier toch te klooien met die ontsteking. En ik heb dus het nieuwe vliegwiel eigenlijk. En ik dacht van, het past niet aan, want ik wil het erop zetten. En het wil niet. En nu, wat is het punt? Als je bovenop kunt zien, dan zie je zo'n ijzeren deeltje. Dat moet dus blijkbaar omgedraaid zitten. Want ik zat ook al net te klooien met dit ding. Dat kon je misschien een beetje zien op de timelapse. Maar ik heb hem dus blijkbaar verkeerd omgezet. Maar ja, kan gebeuren. Treated like some henny, you will never see me chase. This on the down, got a planet on my waist. This like the 100 mil of time, I dodged case. Knew I was a problem when he dropped me off the space. Voilà, de ontsteking zit erop. Ik heb er tussentijd ook nog wel andere dingen geplaatst. Dus die frame protectors, hier voor de kettingbeschermer. Ja, dat je niet met je voeten ertussen komt. Zeg het eens.
deze beugels, ik ga het even beugels noemen, ik kom niet op een naam. Wat ik ook eigenlijk doe, nu dat ik het eigenlijk zie, ik hoop dat je het een beetje kan zien, wacht, misschien ga ik een beetje licht. Wat ik ook eigenlijk altijd doe op mijn carburateurs, ik schuur dat stukje eigenlijk een beetje proper. En dan schrijf ik op welke naald en welke sproeier, hoofdsproeier, welke naald erin zit, welke hoofdsproeier en welke stationair sproeier. En de P2 is welke positie mijn naald staat. Dat is iets eigenlijk wat ik het kort doe, aangezien eerst schrijf ik het ook altijd op. Maar omdat ik eigenlijk heel veel notities maak, ook met mijn werk eigenlijk, maak ik heel veel notities. En dan moet ik altijd heel terug scrollen, dus nu schrijf ik het eigenlijk op de motor zelf. Vind ik wel een handig puntje. Goed, eens in de zoveel tijd moet je er wel eens bijschrijven, maar dat maakt niet uit. Dus eigenlijk schuif ik op twee plaatsen op, dus eigenlijk in mijn telefoon, dus in mijn notities. En dan op de carburateur nu. Misschien een handige tip, voor als je niet weet van welke sproeiers erin zitten, is het altijd makkelijk om erop te schrijven. Maar, dus, enkel alleen de tank moet er nog op. Deze kapjes heb ik ook al erop gezet, de achterkap moet er nog op. De zijkantkappen van de tank, zeg maar, dus hier. Deze die moet er nog op. De uitlaat die ga ik nog even proper maken, want dat wil ik eigenlijk netjes hebben, dus dat ga ik ook nog doen. En dan is hij vrijwel klaar, enkel alleen koelvloeistof en de olie moet ik er dan nog in doen. De naft, dus de benzine moet ik ook nog even mengen, want dan moet ook volledig nieuwe benzine heen. Die heb ik er eigenlijk al uitgehaald, kan ik even laten zien. Dus die is leeg. En die oude benzine die heb ik. En dit is de oude benzine. Je ziet de oude benzine, dat was eigenlijk kleur. Je zou eigenlijk zeggen dat dat een benzinekleur is. Maar er zit dus mengsmering in. Ik vind dat eigenlijk een beetje apart. Ik heb het altijd apart gevonden dat die mengsmering zo'n kleur had. Nu heb ik een blauwe. Dus ik heb die van. Nu heb ik een blauwe mengsmering. Deze heeft Ivan mij aangeraden. Die verkoopt hij eigenlijk altijd. Dus ik ben daar eigenlijk een beetje benieuwd naar hoe dat gaat zijn. En voor de blokolie heb ik de GP10. Dus dat is ook eigenlijk een aanrader van Ivan, wat hij het meeste verkoopt. Maar dan gaan we dus zien hoe dat gaat gaan. Van mengsmering ga ik zien. Het zal in ieder geval beter zijn. Ivan zegt toch dat het beter gaat zijn. Goed. Iedere dealer zegt wel iets anders. Iedere dealer heeft zijn merk waar hij heel content van is. Maar het is eigenlijk de rijder die het zelf moet zien. Maar ik geloof Ivan wel heel vaak op zijn woord. En het is niet dat een dealer iets zegt dat het ook niet waar is. Dus in ieder geval, als een dealer vaak iets zegt, dan kan je er meestal 8 van de 10 op uitgaan dat het waar is. En anders zijn ze ook geen dealers geworden. Maar in ieder geval, bij dat. Ik ga nog een hele korte timelapse maken van dat ik de tank erop zet. Het zaal ook en dergelijke. Het zaal ook. De achterkap gaat er nog op. Dus dat ga je nu nog te zien krijgen. En misschien dat ik ook even gauw de koelvloeistof en dergelijke vul. Dus let's go. Laatste stukje. En dan zijn we klaar. Ik ben er klaar. Alleen de uitlaat nog. Maar die ga ik nog dadelijk te goed maken. Dan heb ik ook de koelvloeistof er al op gedaan en de olie wou ik er ook op doen. Maar nu wist ik niet als Ivan er olie had opgedaan of niet. Volgens mij wel, maar ik wou het even controleren. En dan ga ik één tip geven. Draai nooit. Draai nooit die controleerschroef los, want... ja, wat ik dus nu heb, ik wou hem vastdraaien, maar dat is hele fijne draad. En dan mag je hem heel minimaal vastzetten. En ik wou hem ietsje vaster zetten en mee... draai ik de draad over. Dus hij is... Oh. In ieder geval, dat is heel kut. Dus maar nu had ik Ivan net even opgebeld. En kon ik vanavond nog langs gaan. Want morgen is Ivan is hij weg. Heeft hij er eigenlijk geen tijd voor. Dus daar heb ik heel veel geluk mee. Dat ik zo snel terecht kan bij Ivan. En dan zet hij mij daar zo'n soort kolieke. Dan zet hij mij daar iets anders in. Voor dat het dan even goed vast blijft. En dan... kom ik er dus nooit meer aan. Dat is dus eigenlijk de allereerste keer dat ik dat controleer of wil controleren. Ja, dan heb je dit. Maar het is in ieder geval, het is heel fijn draad. Het is heel moeilijk om daar vast te draaien. Je mag daar volgens mij maar iets van met 8 newtonmeter vastzetten. Ja, dat is niks. Dat is eigenlijk nog niet handvast. Dat dus, maar ja, goed.
Dus dat moeten we zelfs nog even gaan doen. Maar voor de rest is de motor eigenlijk vrijwel nul. Dus nu ga ik eigenlijk de uitlaat nog even doen. En het volgende shot wat jullie gaan zien is dat de motor gaat lopen. Want de ketting moet ik er ook nog even opleggen. Maar ja, dat is eigenlijk zo gebeurd. Dat hoef ik denk ik nog niet te filmen. Maar er zijn zo bepaalde dingen waar ik dan nog niet heb gefilmd. Waar ik dan bij achter de beelden heb gedaan. Of achter de schermen. Waar ik eigenlijk dan achteraf nog een aparte video bijvoorbeeld van wil maken. Voor bijvoorbeeld hoe doe je dit, hoe doe je dat. Ja, dat wil ik dus doen. Zo, nu hebben jullie de motor kunnen zien lopen. Ik moest wel 3 keer stampen, maar dat komt ook omdat de naft eigenlijk, of ja, de benzine volledig leeg was. Ik heb de tank volledig leeg gehaald, dus die andere mengsmering is eruit. De nieuwe zit erin, dus er moest ook nog volledig nieuwe benzine door de toevoer gaan, laat ik het zo zeggen. Ja, je begrijpt me wel. Maar in ieder geval, hij loopt dus. Nu is de vraag van wat gaat hij doen en hoe lang gaat hij het volhouden. Maar ik denk dat het deze keer wel in orde is en in orde zal blijven, aangezien hij rookt ook veel meer als de vorige keer. Goed, nu dat hij in het begin rookt, dat kan ook goed zijn van dat Ivan wat olie op een piston heeft gedaan, dus dat hij die olie aan het wegbranden is, dat kan. Dat weet ik nu niet, dan moet ik eens navragen. Oftewel is gewoon 1 op 25. Ik smeer nu ook gewoon verder 1 op 25. Gewoon uit zekerheid. Nu goed, Ivan heeft mij ook verteld dat ik gewoon 1 op 25 moest aanhouden. Dat is 4%. Kan goed zijn dat dat iets te veel is, want ja, hij rookt wel serieus. Maar dat kan ook zijn, gelijk ik net zei, dat dat gewoon olie is wat op het piston zit en dat dat nog moet verbranden. Dus we gaan het in ieder geval zien. Moest het blijven, moest het zo erg blijven dat hij blijft roken, dan gaan we gewoon iets minder aan smering. Niet te veel minder, want dan krijg je weer hetzelfde probleem. Hoe minder je smeert, hoe meer de kans is dat die vast kan lopen. Nu er zijn heel veel mensen bij die 1 op 40 doen, of zelfs 1 op 50 nog. Goed, daar ben ik niet zo'n voorstander voor. Ik smeer altijd liever iets meer, maar dat is gewoon ieder zijn eigen keuze en ieder zijn eigen mening daarover. Nu zelfs de nieuwe modellen, gelijk de 125's, de injectie dan, de 2023, die moeten 1 op 40 smeren. Maar dat is door de injectie, want als je te veel smeert, ja, dan loopt dat niet zo lekker. En met een 2,5 tak is dat 1 op 60 zelfs, dus weinig, vind ik. Dat is echt weinig, maar goed, als het zo lang blijft goed gaan, is het goed. In ieder geval, de motor is dus volledig in orde. Ik ga het ook voor deze video laten, want ik weet ook niet hoe lang deze video is, omdat ik normaal niet zulke video's maak. Dit is voor mij ook nieuw en dit is iets eigenlijk volledig nieuws. Ik wil dat wel vaker gaan doen, maar het is gewoon even wennen van hoe ik die video ga maken. Plus het is ook nog heel veel praten en dan is het vaak van, ja, wel, hoe ga ik het zeggen? En ik wil dat het ook duidelijk overkomt. In ieder geval dus, dit is het voor deze video. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Laat dan zeker een duimpje omhoog. En als je nieuw bent op mijn YouTube kanaal, vergeet dan zeker niet te abonneren. We hebben bijna 200 abonnees, dus, of ja, 200 volgers. Vergeet zeker niet te abonneren, like daar. Maar ik weet niet wat ik wil zeggen. Maar jongens, ik zie jullie terug bij de volgende video. Later.